Geen echte kraak, maar toch veel ophef rond het gemeentehuis vandaag. Als start van de campagne 112, daar pak je inbrekers mee, werd met veel toeters en bellen een nepkraak gepleegd. Waar vervolgens veel agenten en een helikopter op afkwamen om de boef te pakken. De politie en de gemeente hopen met de campagne dat Weespers sneller gaan bellen als er wat verdachts gebeurt. We hebben toch gemeend om dit nummer, het nummer wat snel te bereiken is, wat altijd meteen wordt opgenomen, om dat nu ook in te gaan zetten voor verdachte situaties. Het is een manier om snel met ons in contact te komen, de juiste informatie aan te leveren, zodat wij onze eenheden die op straat zijn, zoals de bikers zoals we vanmiddag hebben kunnen zien, maar ook onze motoren en ook een helikopter, snel van de juiste informatie kunnen voorzien en tot eventueel aanhouding kunnen komen. Woninginbraken heeft niet alleen in de regio Gooien-Vestwijk, maar landelijk een hoge prioriteit. Wij hebben gemeend om voor Weesmuiden hier in een pilot te moeten doen en te kijken naar de lokaliteit en de samenwerking tussen de twee gemeenten, de woningbouwvereniging en ons wijkteam, mijn wijkteam hierin. En dit leek ons de beste methode om hier met de woninginbrekers aan de gang te gaan. Wanneer is deze pilot geslaagd? Deze pilot is geslaagd als wij een behoorlijke daling hebben van het aantal woninginbraken. Dat wij de meldingsbereidheid bij de burger fors hebben laten stijgen. En dat ook mensen bereid zijn om vaker en eerder aangifte te doen van hetgeen hun is overkomen.